Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag, denk ik. En mijn batterij is leeg, die ga ik even vervangen. Het is vandaag donderdag en ik ben onderweg naar Hilversum, want ik heb een meeting. Ik heb twee meetings eigenlijk hier. Ik voel me echt heel ziekig worden. Mijn keel doet pijn en weet ik het wat. Eigenlijk is dat het enige wat ik vandaag heb. Twee meetings. En dan ben ik vanavond vrij en morgen ook. Dus dat is super chill. Ja, dat is eigenlijk wat ik wil te vertellen. En ik heb een lekker ontbijtje. Dus ik ben helemaal blij. Ik ben nu in Hilversum bij RTL. En eerst in seizoen 1 met Concentrate gingen we elke maandag hierheen voor de redactievergadering. En dan gingen we hier ook eten, maar dat gebeurt nooit meer. Dus nu heb ik een meeting met Kai. En Kai die staat lekker zijn boterhammetje af te rekenen. En ik heb een lekker, ja, zalm sandwichje of zo. I don't know. En een groene ijsthee. Vroeger was ik hier echt verslaafd aan. En nu als ik het zie, dan neem ik het nooit. Maar als ik het dan weer neem, ben ik er weer gewoon een week verslaafd aan. Dus dat zal waarschijnlijk deze week gaan gebeuren. Kai heeft dus opmerkingen over mijn lunch. Maar dan, wat heb jij? Een broodje warm vlees met kaas? Ik weet niet eens wat het is. En een of andere net niet salade, wat is dit? Ja, het is het allemaal net niet, hè? Nee. Maar ja, heb je al verteld dat jij je halve cake hebt laten vallen? Serieus, waar hebben we dit gehaald? Bij de bakker? Ja. Wat zit er allemaal op? Dit is brooi. Brooi. Dit zijn brooien. Ja. Op elkaar geplakt. Ja. Stukje zand dus. Ik durf nu met je af te spreken, jij gaat het niet opeten. Ja, durf dat af te spreken? Ja. Maar je bent Sophie Milsing niet, hè? Nee, Sophie Milsing vreet helemaal niks. Stelt vier kutnuggets en zegt, ik vind het te veel. Ja, ik ga lekker eten als je het niet erg vindt. Is goed, later. Ik wil niet dat je me filmt thuis te eten. Nee, ben je zo'n onzeker meisje? Ja, dat word ik helemaal gek. Het is hem helaas niet geworden om op te eten. Kai doet even zijn camera weer weg in zijn cameratasje. Ja, mijn bordje is wel leeg. Oh ja, goed zo. En ik heb net afgesproken dat ik 10.000 euro van je krijg, dus je bord niet zo leeg eten. Maar is dat geld? Jezus. Ik moet even een tonijnlucht uitzetten. Terwijl je zo vergeten hebt. Niet te hakken. Niet te hakken. Ik heb net twee meetings gehad in Hilversum. En nu ben ik weer onderweg naar huis. En ik heb fucking honger. Dus wat zal ik eens gaan eten? I don't know. Ik ben echt moe. Het is nu 3 uur. Oh, rijd ik nu in de weg? Oh. Het is nu 3 uur. En ik weet wat ik ga kopen. Zo'n ding dat ik mijn camera in de auto aan het raam kan plakken. Dat is ook veel veiliger. Dus, dat ga ik doen. Ik ben weer thuis. Ik ga lekker een zak chips pakken. Ik ga aan mijn bed liggen en ik ga editen. Heerlijk. Oh, ik heb trouwens gisteren pakketjes binnengekregen. Die ga ik even laten zien. Ik heb deze fles binnen gehad van Ciroc. En met het Victoria's Secret design erop. Superleuk. En ik heb weer een pakketje van Starskin. Echt, ik kom over in deze maskers, maar love hem. En ik heb sieraden gehad van bij Dani. En tenminste via bij Dani. Van dit merk. Dat zijn deze oorbellen en dit armbandje. En een superleuk pakketje van Josh met deze kaart erbij. Heerlijk om verwend te worden met cadeautjes. See you soon, Josh. Dus dat ga ik even openmaken. Superleuk, deze tas van Josh V. Met allemaal glitters erop. En hij is lekker groot. I love it. Heel blij mee. En ik heb een Beauty Evoke box gekregen. En dit is een beetje het concept. Even kijken. Eerste beauty box die werkt op basis van losse verkoop. Zit niet vast aan een abonnement. La 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 la. Full size producten uit de nieuwste collecties. Je weet altijd van tevoren wat erin zit. Oh, dat is ook handig. Altijd 22 of meer beautyproducten van huidverzorging tot make-up tot haarverzorging. Los verkoop, je zit niet vast aan een abonnement. Oké, en dan zit er hier een checklist bij van alles wat erin moet zitten. Ik ga deze even openmaken. Zo. Oké. Eens even kijken. Insta, wall. Een notitieboekje van Josh V. Deze heb ik toevallig van de week gekocht. En deze is super fijn. Heel chill. Oh, deze moest ik kopen. Nee, dit is echt niet normaal. Hier zitten echt allemaal dingen die ik zo chill vind. Deze lijm moest ik nog kopen. Zit er nu bij. En wat is dit? Een liquid lipstick. Dan hebben we nepwimpers. Hier word ik natuurlijk ook super vrolijk van. Nog een labello.
hand- en nagelcreme. Een eyeliner. Nog een labello. Colgate tandenborstel met een whitening pen. Oh, grappig. Een maskertje. Wat is dit? Douchschuim. Verzorgend douchschuim van Nivea. Dan hebben we hier reinigingsmelk. Conditioner. Shampoo. Ik denk dat dit dan een maskertje is. Ja. En dan hebben we hier een body lotion. Hier een lippenseal. Voor bij die liquid lipstick, denk ik. En een dry fast topcoat. Oh, dat is handig voor als je nagels gaat lakken, dat hij dan sneller droogt. Dan hebben we hier een verstevigend serum. Hier hebben wij facial exfoliator. Gezichtscrub. Oh, van Marky Bean. Nice. En hier een mascara. Love it. Er zit echt heel veel in. En ook echt heel veel waar ik super blij van word. Nice. Kijk hoe leuk. Er zat nog een grote, heel groot pakket bij. Alleen ik wist niet wat erin zat. En het zijn allemaal foto's van mijn Instagram. Hoe leuk is dit? Ik ga hem zo even uitpakken. Dit is echt wel leuk. Nice. En dat is dus dit. Happy Memories. Ben je een echt fotoliefhebber? Verzamel dan jouw mooiste herinneringen. Laat ze afdrukken op poster, aluminium glas of plexiglas. Een superleuk cadeau om te geven. Stiekem nog leuk om te krijgen. Hoe leuk is dit? Love it. Waar zou ik dit op gaan hangen? Het is misschien een beetje narcistisch om dit in de woonkamer te hangen. Omdat het alleen maar foto's van mij zijn. Wat zal ik hiermee gaan doen? Oh, ik vind het echt heel leuk. Love it. Ik ben de auto ingesprongen. En ik ga eventjes wat eten met Femke. En laatst was ik nog best positief over het parkeren in Amsterdam. Dat het altijd wel lukt. Maar today is not the day. En vandaag lukt het niet. Dus ik ben not amused. Maar goed. Ik heb zo'n honger ook. Het is nu 7 uur. Ik wilde eigenlijk in bed blijven liggen. Maar ik had Femme heel lang niet gezien. En we moesten afspreken. En weet ik het wat. En ik had vanavond toch een avond vrij. Dus ik denk, ga ik lekker met Femme eten. Dus daar heb ik wel veel zin in. Maar ik ben zo moe. Niet te doen. Oh oh. Ik ben eten. Met Femme. En we hebben nu zeebaars carpaccio. Zo lekker. Love it. Ja, dat is waar. Ik ben expeditie gaan kijken. En verder heb ik niks meer gedaan. Oh ja, ik kwam thuis van eten met Fem. Dat was heel gezellig. Echt altijd leuk om Fem weer te zien. En toen heb ik expeditie gekeken. Wat heel heftig was. En ik heb een beetje het idee dat ik ziek word. Mijn keel doet echt mega veel pijn. Oh, gaaf. Ik ga lekker slapen. Het is 11:45. Ik kan gewoon niet meer lang op blijven. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel graag morgen weer.